Voor CT Raalte hebben we Maurits van der Waal. Voor de Flying Bikes hebben we Tim van Brummelen. Voor Lichtenvoorde hebben we Noot Karsteveld. Voor Nijkerk hebben we de grote man Salvador Meijers. Voor de Flying Bikes hebben we Rick Schal. BMX Apeldoorn heeft Willem van den Noord. En voor de Lost Sprinters hebben we de Nederlands kampioen Emiel Ravenos. Succes! Dan zien we een hele snelle beweging daar van de man van de Peterkamer. Van de Peterstroom is slag 2. En die zijn wel heel goed uit de dek. Dus toch Emiel Ravenos, de man van de Lost Sprinters, de regeren aan Nederlands kampioen bij de NFL. Hij pakt hier de whole shot. En hoe neemt hij zijn mee? Hij zal die grote man geen inderdaad, staat er nog 48 hier op positie nummer 2. Hij zit er heel goed bij en dan moet hij ergens aan. Want Johan komt een hele mooie avond binnendoor. Lukt ervoor om het plekje terugzetten door de Flying Birds. En dan weet ik zo snel niet meer af. Want het is aan het aan op positie nummer 1. Daar is hij al wel 7 door mee. Hij pakt er een betere lijn, iets meer snelheid. En hij zet nu Ravenos een plekje terug. Dan moet Ravenos oppassen hoor. Willem van der Noord komt er nog aan. Willem van der Noord heeft 4 bij de dingetje. En dan komt Ravenos weer. Want het dat was heel erg spannend van die eerste wedstrijd.